Goedemiddag, welkom bij weer een nieuwe live bezichtiging van M2 Makelaars. Mijn naam is Rogier Voorzaat en ik ga jullie alles vertellen over de woning achter mij. Steenhuisstraat nummer 10. Mooie witte woning met kunststofkozijnen, grotendeels kunststofkozijnen. Dubbele beglazing, goed onderhouden, cv-keteloos 2015. En op een hele leuke locatie, want je zit hier op steenworp afstand van de binnenstad, de boulevard met het strand, het Nollebos. Het is allemaal op pak en beet een 5 minuutjes fietsen. Iets langer met de lopend, dus een hele leuke en goede locatie. Het is geen doorgaande straat, het is lekker rustig, alleen maar bestemmingsverkeer. Dus echt een leuke, goede wijk. En we gaan eens even binnenkijken in deze woning met 3 slaapkamers. Toilet boven overigens ook, dat ga ik laten zien. En daar lopen we maar eerst even naartoe. Beginnen we hier even bij de slaapkamer aan de voorzijde. Is ook gelijk de grootste slaapkamer. Nou, wat ik al zei, met kunststofkozijn hier, dubbele beglazing en een rolluik. Dus je kunt het helemaal verduisteren. Ziet er gewoon goed uit. Er staat een prima tweepersoonsbed in. Dus genoeg ruimte. Vaste kastruimte hier. Goede kastwand gemaakt. Ziet er netjes uit. Is lekker veel bergruimte hier ook. Nou, wat ik al zei, hartstikke fijn natuurlijk. Toilet afzonderlijk van de badkamer. Is eigenlijk dubbel fijn zelfs. Is gewoon netjes, mooi betegeld. En dan hiernaast gelijk de badkamer. Ziet er ook gewoon keurig uit. Inloopdouche, badkamermeubel, thermostaatkraan. Prima badkamer. Met ventilatie. Raampje kan natuurlijk open ook. Een elektrisch verwarmingselement. Nou, ook nog een gewoon verwarmingselement als radiator. Nou, hier eigenlijk hetzelfde verhaal. Gewoon een goede slaapkamer. Past, zoals dat jullie kunnen zien, ook een tweepersoonsbed in. Zicht op de tuin. De tuin is op het oosten gelegen. Ook hier weer kunststofkozijnen met dubbele beglazing. Dus ziet er gewoon hartstikke goed uit. En dan, want we hadden het over 3 slaapkamers, hebben we hier nog een goede slaapkamer tussenin. Hier ook weer een klapraam en gewoon een nette kamer. Hier nog wat ruimte, kan goed een kast staan. Of het bureau die kant op en hier de kast. Nou ja, deel het in zou ik zeggen. Maar een goede gezinswoning met 3 slaapkamers en een toilet boven. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, bij binnenkomst misschien al opgevallen. Tegelvloer hier zo netjes doorgelegd naar achter. Nou, in het voorbijgaan even het toilet. Zelfde stijl als boven. Ziet er gewoon goed uit. Netjes. Ja, en dan komen we hier in de woonkamer. Ja, en die is toch echt wel lekker ruim te noemen. Nou, valt misschien een beetje in herhaling, maar ook hier weer kunststofkozijnen aan de voorzijde en aan de achterzijde. Met dubbele beglazing. Ziet er gewoon hartstikke goed uit. Komt lekker veel licht naar binnen, want het zijn grote raamoppervlaktes. Een doorzon woonkamer, zoals we dat dan noemen. En er ligt hier een zogenaamde harsvloer op. Nou, dat ligt helemaal strak. Als u zegt, ik wil daar toch een laminaat, dan is dat heel makkelijk. Kan je zo overheen, want dat is al volledig egaal. Nou, je hebt hier een hele leuke doorkijk. Dus een leuk contact met de keuken. Met een leisteenafwerking. Dat maakt het wat robuust. Maakt het ook gezellig. Hier kan natuurlijk prachtig een eetkamertafel staan. Nou, 6-persoons eetkamertafel kan hier makkelijk zelfs. En een gezellige zithoek aan de voorzijde. Dus ziet er allemaal hartstikke goed uit. Kunststof tuindeuren om naar buiten te gaan. Openslaande tuindeuren. Dus in de zomer lekker openzetten.
Daarboven zit een houten kozijn, maar ook wel met dubbele beglazing. Nou, en dan hier de keuken. Wat ik al zeg, een gezellig contact met eventueel gasten of de kinderen of wie dan ook die aan de eetkamertafel zitten. Prima barretje hier zo en een mooie vrij nieuwe oven. Gaskookplaat, afzuigkap. En de vaatwasser die staat hier los. En de koelkast is ook een los element. Dus koelvries. Nou, heb je hier eigenlijk wel een prima bijkeuken natuurlijk. Ziet er gewoon hartstikke goed uit. Kan het eventueel als inpandige berging ook gebruiken. Maar het is gewoon hartstikke netjes. Natuurlijk de witgoed aansluitingen. En hier hangt de cv van 2015. Nou, gaan we naar buiten. En over de berging gesproken, die stond voorheen hier. Maar die hebben ze weggehaald en hebben ze een hele mooie overkapping gemaakt. Dus gewoon een gezellige buitenruimte van gemaakt. Het is een vrijwel geheel betegelde achtertuin. Dus je hebt hier weinig onderhoud. Wel wat groen hier gemaakt, dus dat ziet er gewoon leuk uit. Nou, de zon komt door. Wat wil je nog meer hier in Vlissingen? Aan het strand, de boulevard, op allemaal 5 minuutjes afstand. Prima tuin op het oosten gelegen. Ja, ook de achterzijde ziet er gewoon hartstikke leuk uit met de mansardekap. Ja, echt een leuke woning op een goede locatie. Heeft u interesse in deze woning? Neem zeker contact op met M2 Makelaars. Dan leid ik u heel graag in het echt rond. En heeft u verkoopplannen, dan hoor ik het ook graag. Dan komen we natuurlijk graag bij u langs voor een vrijblijvend verkoopadvies. Ik wil u heel erg danken voor het kijken en ik hoop tot snel.